Ik heb nog tijd over voor iets leuks. Armbandjes maken. Kijk, ik heb meer om. Superleuk om te maken. Nog veel leuker om zelf te dragen natuurlijk. En ik heb alleen maar kraaltjes gebruikt om deze bloemetjes te maken. Kraaltjes heb je allemaal wel in huis en het is heel erg makkelijk. Nou, wat heb je nodig? De kraaltjes. Verschillende kleuren lint. Zilverdraad. En een tangetje. Verder eigenlijk helemaal niets. Dit ziet er best wel ingewikkeld uit, maar ik ga je een trucje laten zien. Het is echt super makkelijk. Je knipt eerst een stukje zilverdraad af. Dan heb je dus ongeveer zo'n stukje. En dan rijg je daar 6 kraaltjes aan. En je kunt zelfs kleuren paden. Ik ga roze doen. En dan schuif je ze naar het midden toe. En nu maak je daar een lusje van. En om te zorgen dat er een mooi rondje ontstaat, steek je je vinger ertussen. En dan draai je hem om je vinger heen. Kijk, zo. Aan een van de uiteindes rijg je dan een ander kleurtje. Je drukt hem er doorheen. Zo. En dan maak je een lusje. En dan trek je even goed aan. Om te zorgen dat dit bloemetje aan je lintje blijft hangen, maak je een lusje. Daar wikkel je uiteinde omheen, zodat hij goed stevig vast blijft zitten. De uiteindes heb je niet meer nodig, die knip je af. Tada! Je eerste bloemetje is klaar. Zo zien ze er dan uit. En nu ga ik ze aan het lintje rijgen. Ligt al klaar. Even een knoopje erin leggen, zodat hij goed blijft zitten. Tada! Zo ziet hij er dan uit. Superleuk voor naar school. En ik ben heel erg benieuwd hoe die van jullie eruit ziet.